De omstandigheden zijn uitstekend voor een mooie pot voetbal. Kijkers, van harte welkom dus. Ik ben Sierte Vos. En naast me zit mijn gewaardeerde collega Jeroen Guter, zoals gebruikelijk. We hebben enorm veel zin in dit duel. Hopelijk worden we niet teleurgesteld. Dit belooft wat hoor, Jeroen. Ja, er staat misschien niet veel op het spel vandaag. Maar het is wel een mooie graadmeter voor deze elftallen. We kijken naar de spelers die aan de wedstrijd gaan beginnen. In de 4-5-1 formatie. De spits wordt geholpen door twee centrale aanvallende middenvelders. De opstelling van de tegenstander. De tegenstander heeft ongeveer dezelfde plannen vandaag, want ze stappen met dezelfde 4-5-1-formatie het veld op. Ja, dat is wel interessant hoor. Met name omdat beide ploegen voor de offensieve variant hebben gekozen. Aftrap, eerste helft. Ik ben benieuwd. Fraaie hoge steekpaas. De bal over de achterlijn, dat is een hoekschop. Komt de hoekschop in het midden. En prima gered daar. En achter, dus opnieuw een hoekschop. Hoekschop komt voor. Hij werkt de bal net op tijd weg. Ja, die leek erin te gaan. Wat een geweldige verdedigende actie. Magnifiek. Makkie voor die doelman. Hij kan gewoon blijven staan. Knap gedaan hoor. Hij laat de verdediger achter zich. En hij komt eruit met de bal. Doelpunt! Zo, dat zit Mezen vroeg in het duel. Komen ze al op een 1-0 voorsprong. Niets aan te merken op deze treffer. Werkelijk onberispelijk gedaan. Hij was er opeens vandoor en de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie. Heel mooi. En dat bekroont hij dan met een doelpunt. De score is geopend. Het is 1-0. Daar verovert hij de bal. Wie roept deze dribbel een halt toe? De tegenstander kan zich herstellen. En de aanval loopt al dus spaak. Ruimte voor de counter. Dit moet een doelpunt worden. Nee, als je toch alleen op de keeper afgaat, dan moet hij hangen. En we krijgen een hoekschop.
korte corner. Hij komt met een schot. Dat schot moet erin. Hij heeft hem vast. Slechte paas. En nu de bal kwijt. Hier laten ze je zien hoe je de bal laat rondgaan. Het is tiki-taka avant la lettre. Vanaf die positie is een counter mogelijk. Oh, als hij zo gaat dribbelen, dan moet je uitkijken hoor. Schot gelost. Ze kiezen hun juiste positie voor de hoekschop. Hoekschop in het centrum geplaatst. Hij wordt weggewerkt. Thomas. Travis. Zo hoort het. Dat is hoe je naar het doel komt rennen. Nee, verder geen gevaar hier. Gewoon een doeltrap. Ja, mooi, zo'n steekpas. Het leek een veelbelovende counter. Hij strandt. Misschien levert deze corner ze wat op. Hoekschop wordt voorgegeven. Travis. Zo, die heeft vanmorgen weer de wandelschoenen gepoetst. Veel ruimte op de flank. Er is de bal. Bal afgepakt. Op zoek naar de opening. Oh, heerlijk gedaan. Wat een doelpunt. Het verschil is nu 2. Ja, wat we hier zien, dat zijn geen verdedigers. Dat zijn toeschouwers. Moet je kijken hoe makkelijk de bal in het 16 meter gebied kan worden ontvangen. Er is alle gelegenheid om in te grijpen. Maar iedereen staat eigenlijk gewoon te kijken hoe die bal wordt binnengewerkt. Die actie is niet toegestaan. Dat wordt een vrije trap. Overtreding, maar hij komt er met een waarschuwing vanaf. Ik denk niet dat de scheidsrechter een volgende keer weer zo coulant zal zijn.
Travis. Thomas. De speler brengt de bal dichter naar het doel van de tegenstander. Daar is het schot. Via een verdediger gaat die bal het doel in. Ja, de keeper valt hier niet veel te verwijten, hè, Siert. Die inzet, die wordt onderweg van richting veranderd en daardoor is hij uiteindelijk kansloos. De wedstrijd is al in de eerste helft beslist, lijkt me. Kijk eens naar die voorsprong. Zet verder door. De tegenstander weet er niet af te stoppen. Schot makkelijk gestopt door de keeper. Zonde om die bal zo weg te geven. De arbiter fluit en we zijn halverwege de wedstrijd, althans. Voor zover je dit een wedstrijd kunt noemen natuurlijk. Want dit lijkt nu al een uitgemaakte zaak. We volgen de prestaties van deze speler op de voet al weken. En deze cijfers laten maar weer eens zien waarom, Jeroen. Zo zeg. Deze keeper zal wel wat problemen hebben om vanavond in slaap te vallen. Want deze aanvallen maakten het leven zo ongelooflijk zuur. En de scheidsrechter fluit. De tweede helft is begonnen. Naar een vrije speler. Wat een doelpuntenmachine deze man. Het is alweer zijn derde, hè? Vandaag speelt hij echt de sterren van de hemel. De klasse druipt er vanaf. Ja, de ene keer moet je een man voorbij om de bal voor te zetten. Op een ander moment is er genoeg ruimte. In dit geval komt die bal perfect terecht bij zijn medespeler. En dan neemt hij hem vol op de voet. Een verwoestende volley. De keeper is kansloos. Prachtig doelpunt. We gaan verder met een afgetekende score. 4 tegen 0. Dat is een indrukwekkende loopactie met de bal. Ah, nee, ze zijn de bal alweer kwijt. De aanval is ten einde. Ja, het schot gaat rechtstreeks op de doelman af. Mooi binnen de lijnen gehouden hier. Gevaarlijke steekpaas. Ja, doelpunt, schitterend. Bij dit doelpunt komt zoveel kwaliteit samen. Eerst die voortreffelijke steekpaas. Wat een mooie actie, zeg, van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen.
En dan scoort hij uiteindelijk. We gaan verder met dit duel met een score van 4-1. Ze leiden balverlies door die slechte paas. Vervolgt zijn weg naar het doel. Schot weinig, maar dat schot gaat naast. Een goed uur gespeeld, nog een half uur te gaan. Komt er het doelpunt aan? Enorme redding en daardoor het gevaar geweken. Ja, wat een reactievermogen heeft deze keeper toch. Van zo dichtbij en dan toch tegengehouden, echt heel knap. Het wordt een korte hoekschop. Deze kan erin. Ja, goed geblokkeerd. Corner voor het doel gebracht. Het gevaar is nog niet geweken. Gevaar, maar viel uiteindelijk mee. Daar kan hij worden geholpen door een medespeler. Een bal hoor, gevaarlijk steekballetje. En dan loopt de aanval spaak. Blijft aan de bal. Bal veroverd in de 16. Doelpoging. Dat is een goed plan. Trainer, is het tijd om te wisselen? In het midden van de 16. Een lastige kopbal. Maar hij weet die bal te keren. Goed gekopt, maar minstens zo goed gestopt door de doelman. Hoekschop komt midden in de 16 terecht. Die moet je beter wegwerken. Goed werk zeg, om hem daar af te pakken. Yannick Haberer. Ze fluit niet. Nee, ze geeft voordeel. Sterke actie. Bal uit en dan een doeltrap. En dan kan een speler van de bank proberen indruk te maken.
Er resteren nog 9 minuten in de reguliere speeltijd. Hele fraaie steekpas hier. Misschien een nieuwe kans creëren. Er zit een tegenstander tussen. Hele mooie tackle, een kunststukje. Over de flank. Ja, daar ligt de ruimte. De verdediging haalt probleemloos de angel uit die voorzet. Stevige tackle, maar voordeel gegeven, juist. Ik vind het een prima beslissing. Een dreigende dribbel op de helft van de tegenstander. Hij zit er goed bovenop. 3 minuten extra. Johan Berg Koetmansson. Een routineklusje voor de doelman. Dit schot. We houden er nu echt mee op, zegt de scheids. Het thuispubliek is natuurlijk teleurgesteld door deze nederlaag. Nou, dit is toch wel een afstraffing, hoor. Er ging zoveel mis vandaag. De nabespreking, die zal bepaald niet gezellig worden.